Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag is het vrijdag en ik sta op het punt om naar België te gaan vandaag. Ik heb mijn spullen gepakt, ik blijf er een weekend en deze dagen zitten niet verwerkt in de weekvlog. I know, jullie kijken dit nu op woensdag. En ik ga vandaag naar België. Dus ik blijf er vandaag, morgen, overmorgen en maandag. Maandag ga ik er terug. En ik dacht leuk, een vakantievlog is ook wel weer een keer leuk om te filmen. Dit is wat ik aan heb vandaag voor reizen dan. Dat heb ik al laten zien in de vlog van die jullie maandag hebben gezien. Het einde van de vlog. Wat ik allemaal meenam op vakantie. Maar ja, voor de mensen die vlog nog niet hebben gezien. Deze trui komt van Zara, by the way. Mijn broek komt van Zara en mijn legerfans. Ik vind het wel chill om lekker comfort te reizen. En we gaan ook film kijken in de auto, want we hebben zo'n DVD-ding. Dus ik ga nog 3 afleveringen kijken van Danny Lewinsky. En ik zit even te denken van wat ik allemaal nog meer kan meenemen. Misschien een moordvrouw of zo. Want dat is ook wel chill. Moet ik even vragen aan Quinty wat zij wil. En ja, ik moet alleen nog even mijn sokken pakken en dan ben ik klaar om te gaan. En ondertussen is de weekvlog die jullie maandag hebben gezien aan het uploaden. Hier. Dus die wordt ingepland en dan zie ik jullie zo weer. Onderweg naar België! Yay! We gaan op vakantie en het is nu 11 uur, 13 uur 11. En we kijken... Moordvrouw, super awesome. Echt, dit is seizoen 1. En we gaan gewoon deze hele afleveringen kijken. Zo, het zijn echt hele leuke afleveringen. Dus we gaan lekker op vakantie. En jullie gaan vandaag, of jullie gaan dit weekend weer met me mee. Gezellig. We zijn aangekomen op bestemming. Woei. Kijk, achter ons is het achter mij in de huisjes. Super awesome. Awesome, smalsome. En we gaan nu even... pas halen om de slagbomen daardoor te komen. En daarna gaan we even naar het huisje en dan gaan we winkelen in het winkelcentrum hier verder op. Ongeveer 10 minuutjes rijden vanaf ons huisje. Het is super lekker weer. En ik heb een trui aan, dus ja. Wat? Wat is er? Die banden zijn prachtig. Ik geef dat het systeem is in de war en ik denk dat er een lekker band is. Weet je. Ja. Maar het is helemaal geen detecteur omdat het detecteert. Dus we gaan even een pas halen. Dus let's go. Ja, we zijn aangekomen op het park. Waar staat het nummer hierachter zeker? 003. En ik ga jullie nu een staande caravan tour geven. Oké, let's go. Daar gaan we. Als je hier is de badkamer met wc, wastafel en een douche. En dat is heel klein. Maar hier heb je een spiegel. Peace. Een kastje, dan gaan we door. Dit is de slaapkamer van mijn moeder K. Dit is mijn kamer met Quinty. Hoe klein kijk dit? Ik pas gewoon letterlijk. Ik slaap dan hier in dit bed. Dus je slaapt hier. En dit is dan een soort mini kledingkast waar je misschien een paar items in kan hangen. Vet kut. Dit is de keuken. Met een gasfornuis, een soort van wasbakje, de televisie en een open haard. Dit is een soort van, weet ik veel, was. Dit is de woonkamer met een bankje, een tafeltje en een bankje en 2 krukjes. Trouwens, vanavond gaan we dit spelletje spelen. En dat is typisch Carlo en Irene, dat ik eigenlijk gekocht voor een video, maar ik vond het wel gewoon leuk om hier te spelen. En ja, dit is de kamer, het huisje waar we voor een weekendje gaan zitten. Wat we vandaag gaan doen is zo naar een winkelcentrum hier, waar ze gewoon winkels hebben, Kruidvat en JMC, Fun, Big Bazaar en zo. En dan vanavond gaan we eten bij de McDonald's en vanavond gaan we dat spelletje spelen. En lekker chillen. Gewoon lekker ontspannen. En ik vond het wel leuk om vast te leggen voor jullie. Wow. Trouwens, vandaag is er een nieuw... Of voor jullie is er afgelopen vrijdag
een video online gekomen met wat gaat er allemaal veranderen op mijn YouTube kanaal. En ga die video ook eens zeker checken en vergeet de vlog van maandag niet te kijken. Die zal ik in de beschrijving zetten. En ja, ik ga dus nu even lekker buiten chillen en ik zie jullie zo weer. We zijn aangekomen in het winkelcentrum. Jee, is niet zo heel bedenderend hoor. Maar we gaan even winkelen hier. Bij de Big Bazaar, Kruidvat, Fun en JBC volgens mij. Boeien. En dan zien we zo weer. Nou, we zijn dus weer in het huisje. En ik zit op de bank te chillen. Gezellig met mijn dekbed en mijn vlogbroek, hoe mijn vader het altijd noemt. Ik heb net bij de Albert Heijn. Ja. Ik heb net bij de McDonald's, heb ik net dit gehaald. Dit zijn macarons. Super lekker. Ik heb 2 chocola en 1 vanille. En ondertussen staan de meiden van TP4i op. Super leuk. Dus. En we gaan zo even badmintonnen. Quinty en K gaan zo meteen badmintonnen. Ik ga zo even lekker Nieuwe Tijden kijken. Yes, ik kijk het eigenlijk nooit, ik weet niet. Maar nu vind ik het wel weer een keer leuk om te kijken. En ik ga zo even lekker wat drinken. Dus peace. Ik kom op. We gaan lekker sporten. Superleuk. Dit is mijn sportoutfit. Huh? Ik was net ook aan het sporten. Dit is mijn outfit, mijn Londentrui, mijn H&M broekje, mijn Adidasjes. En Quinty staat hier achter, maar die wil niet op camera. En Karen. Moeten jullie alle twee zo achter de boom staan? Yes. We zijn aan het spelen en ik gooi hem net helemaal achter. Ben ik kapot? Kan je hem vinden, K? K. Oh. Hé, hey, kom maar. Waar ligt die? Waar ligt die nou? Tak moeten we hebben. Ja, helemaal onder. Oh, dat is kut. Ah, we zien jullie zo weer. Doei. Ik ga lekker slapen. Het is alweer, hoe laat is het nu? 12 uur. Morgen gaan we naar Maasmechelen. En naar Hasselt. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.